Hi Simmers, Kim Pils hier en welkom op mijn kanaal en welkom bij de allereerste trailerreactie van 2020. Eerlijk gezegd had ik hem niet nu al verwacht. Ik dacht echt, oh, krijgen we nu al een pakket en nieuwsgierig wat het gaat zijn. Het is dus bekendgemaakt, The Sims 4 Klein Wonen Accessoires. En toen ik die naam hoorde, dacht ik al meteen, dat komt mij bekend voor. Nou, we zijn hier op het forum van Town of Plumops, want voordat we gaan kijken naar de trailer wil ik jullie eerst wat laten zien wat mij dus bekend voorkwam. En het forum van Town of Plumops is trouwens een heel leuk en gezellig Sims forum, wat dit jaar een heel speciaal jaar gaat meemaken. En ja, ik zit in het team. Kijk, hier is mijn Sim selfie. Dat ben ik. Maar we zijn hier in een topic uit 2017. En op dit moment is er naast klein wonen accessoires ook een ander accessoirespakket wat we ergens 2020 gaan krijgen. En dat is natuurlijk dat community pack waar we voor mogen stemmen, wat over hobby's gaat en over breien. En we mochten laatst stemmen over wat voor soort stijl we wilden hebben. Maar we hebben in 2017 ook een community pack gekregen. Toen mochten we dus ook over allerlei dingen stemmen. Dat is toen de Sims 4 wasgoed accessoires geworden. Toen hadden we dus ook een eerste ronde. En zoals je hier kunt zien, waren er toen 5 thema's waar we uit konden kiezen. Waaronder deze: starterswoning accessoires. Huishouden met betaalbare tweedehands meubels en kleding die perfect zijn voor startende Sims. Denk hierbij aan ruimtebesparende meubels, multifunctionele huishoudelijke apparaten en rommelmarktspullen. Vooral die eerste twee, die ruimtebesparende meubels, die multifunctionele huishoudelijke apparaten. Kijk, deze is het uiteindelijk niet geworden. Uiteindelijk is ecologisch leven, die kreeg de meeste stemmen. Maar ik vind het leuk dat ze toch uit andere dingetjes, waar je in het verleden op kon stemmen wat het toen toch niet geworden is, dat ze toch met dat starterswoning accessoirespakket iets zijn gaan doen, wat dus nu het klein wonen accessoirespakket is gewonnen. Want ja, als ik denk aan klein wonen, dan denk ik wel aan ruimtebesparende meubels. Dan denk ik aan multifunctionele huishoudelijke apparaten. Dus ik vind dit echt leuk. En helemaal voor degenen die misschien nu ook gestemd hebben, want nu konden we bijvoorbeeld voor hobby stemmen en voor fitness en sport en dat soort dingen en healthy living en weet ik veel wat allemaal. Als je denkt, ah, ik wilde niet hobby's, ik wilde een van die andere. Er is dus nog hoop. Oké, tijd voor de trailer. Oeh. Jessie, daar is je bed, zit erin. Oh, leuke spulletjes. Ik ben blij. Ik ben heel blij. Ik vind dit nu al een heel leuk accessoirespakket. Het Tiny Living, het klein wonen. Tiny Living is de Engelse naam volgens mij. Ja, het past zo goed bij studentenleven, want je hebt natuurlijk maar studentenkamer en er past niet heel veel in. Het past ook ontzettend goed bij de Sims 4 bowlingavond accessoires als je kijkt naar de stijl van de spullen. Volgens mij gaat het echt zo goed samen. Helemaal top. En wat ik ook heel mooi vond, is het is niet alleen maar even, oh, we maken een accessoirespakket en daar stoppen wat spulletjes in, zoals dus een Murphy bed, zoals spulletjes die je in elkaar kan vouwen en zo. En bam, we hebben een klein wonen accessoires. Nee, er zit serieus een systeem in dat je jouw kavel kan instellen als een tiny living kavel, een klein wonen kavel. Ik weet niet wat de Nederlandse naam daarvan gaat zijn. Dat je dan ook echt maar een bepaald aantal tegels mag gebruiken om de vloerbedekking op te leggen en of laminaat op te leggen of weet ik veel wat. En als je eroverheen gaat, dat je dan gewoon, nee, mag niet. Dus dat vind ik een hele interessant iets. En al die mensen die al die jaren lang die kleine challenges hebben gedaan met binnen 8x8 huizen, 7x7, 6x6. Die hebben nu wat aan hun huizen. Die kunnen gewoon dit accessoirespakket gebruiken en ermee gaan spelen. Maar de trailer ging zoals altijd weer veel te snel om echt alles goed te zien. Dus laten we nog een keer gaan kijken naar de trailer. Kijk, hier kan je dus bij het kavel typen. Je hebt natuurlijk residential, bij ons heet dat particulier. Kan je dus nu ook een
een tiny home residential. Dus misschien een kleine particulier. Ik weet niet hoe ze dat gaan vertalen naar het Nederlands. Maar dat je echt jouw kavel kan instellen van... nee, dit is niet een gewoon huis. Dit is een tiny home. Dit is een klein huis. Dus dat vind ik al heel interessant. 100 tegels, dat is de max. 100 tegels. Meer dan dat mag je dus niet gebruiken voor een tiny home. Kijk, hier zien we dus al heel veel nieuwe spulletjes. Nou, ik vind het ontzettend goed passen bij de Sims Your Bowlingavond accessoires. Ik vind het ontzettend goed passen bij de Sims Your Ouderschap. Als je kijkt naar de stijl van de spullen, dat past daar zo goed bij. En dan qua het gebruik van de spullen is natuurlijk perfect voor studentenleven, voor stedelijk leven. Dus dat gaat helemaal top zijn. En je ziet dus nu die bank en dan wordt er een bed van gemaakt. Dus daar komt dus echt een bed uit. En daarom zei ik al zo van, oh Jessie, je bed zit erin. Want Jessie heeft dat dus dat haar bed en haar eettafel zo'n combinatie ding zijn. Dus Tessa Leed kan nu haar eigen studio nog beter namaken. Nou, een klein huis in de Sims betekent dus ook goedkopere rekeningen. Ja, ik vroeg me tijdens de trailer al af. Want op een gegeven moment, je ziet echt 2 seconden zie je dit. En dan ga je meteen al van de bovenste kamer, de kamer naar beneden, kamer naar beneden, kamer naar beneden. Om al die inrichtingsdingen te zien. Dus dacht ik al, hoe komen ze die kamers in? Ik zie geen trap, maar die trap gaat dus buitenom. Dit vind ik echt een heel grappig huis. Nou, een klein huis is goedkopere rekeningen. Blijkbaar ook betere relaties. Ik weet het niet. Al die huisjes die je nu in die trailer ziet. Het ziet er toch zo schattig uit. Het doet me ook een beetje denken aan vakantiehuisjes. En er zit echt een hele mooie natuurgebied omheen. Nou is het wel een accessoirespakket. Dus dat betekent uiteraard geen nieuwe wereld. Ik hoop wel dat ze dan in de toekomst met nieuwe pakketten waar wel werelden bij zitten. Ook kleinere kavels bij zitten. Want in Newcrest heb je 2 kavels van 10 bij 15. Nou die zijn dan perfect voor die klein leven. De klein wonen accessoirespakket. En voor die huisjes. Maar ja, voor de mensen die niet zo goed in tuinen zijn. Like me. Ja, zou ik niet te snel een klein huis bouwen op een hele grote kavel. Dat zou ik aan de ene kant zonde vinden van de ruimte. En kijk dit dan. Dat lukt mij gewoon niet om na te maken. Kijk hier, dat bed, dat wordt ingekapt. En die stoel. Is die nieuw? Dat moet wel. Want ik weet van trailers dat ze alleen dingen laten zien van het basisspel en dat specifieke pakket. Dus er zit niet iets in van een ander pakket. Maar die stoel lijkt zo erg op de stoel van Bowlingavond accessoires. En daar ben ik zo'n grote fan van die stoel. Dus dat die er hier nu ook in zit. Net, hij is wel net een beetje een andere vorm. Oh, dat wordt leuk. Nou moet ik gaan kiezen tussen 2 stoelen. Ik zie een nieuwe tv-kast met de tv erin. Poefjes, oh, dat poefje is leuk. Ja, ik kan nu al niet wachten op dit pakket. Ja, weet je wat ik me wel afvraag? In The Sims 2 of The Sims 3, ik weet het niet meer, had je dus ook zo'n Murphy bed. En zo'n Murphy bed is dus zo'n bed dat je zeg maar zo kan uitklappen. En toen had je dus ook een nieuwe dood. Dat je Sim daar eventueel aan dood zou kunnen gaan. En dan vraag ik mij dus af, hoe zit dat in The Sims 4? Klein huis. Goedkopere rekeningen, betere relaties en een comfortbonus. Dus ik weet niet hoor, maar hij ziet er niet heel erg bepaald comfortabel uit het hoofd. Kijk dat hoofd. Stay snug in style. Ik zie een nieuwe jurk op links. Of is dat een pyjama? Ik zou eerder denken pyjama, maar op zich zou je het ook nog wel als een jurkje kunnen gebruiken. Ik zie allemaal nieuwe dingetjes. Die jurk op links vind ik het meest opvallend dat die nieuw is. Dat meisje dat in het midden staat met die zalmroze trui. Die trui is volgens mij ook nieuw. Die rok lijkt mij ook nieuw inderdaad. Met zakken aan de voorkant, dat is geinig. Oh, en dat spijkerjasje wat ze aan heeft hier. Ook leuk. Maximize your mini. Dus maximaliseer je mini dingen. Ik zie hier nieuwe lampen. Oh, deze wastafel is heel tof. En die stoel is inderdaad nieuw. Nieuw dienblad, tv gebeuren en nieuw rekje voor in de badkamer. Ja, dat is ook fijn. Deze bank is ook heel tof, want die hoort dus er bij elkaar. Dit is echt, ja, retro. Beetje retro qua stijl. En dan dit. Zij ligt in bed. En dan is het poef, omhoog. En dan is je Sim weg. Maar oké, de Sims 4 klein wonen. Even wat informatie erover. Het is dus een accessoirespakket. Dat betekent dat die €10 gaat kosten. Het accessoirespakket komt uit op dinsdag 21 januari om 7 uur 's avonds. Dus niet overdag al vragen waar blijft hij, waar blijft hij. Het is een accessoirespakket en die komt wereldwijd op hetzelfde moment uit. En dat betekent dat in Nederland en België is dat dus om 7 uur 's avonds. En voor de consolespelers is dat op 4 februari.
Nou, ik ben blij met het pakket. Ik ben blij met het thema. Ik ben blij met de stijl van de meubels. Ik ben blij met de spulletjes. Ik kan niet wachten om het pakket zelf te hebben en om alles te bekijken. Dat gaan we uiteraard ook doen. Dus abonneer alvast op het YouTube-kanaal van Town of Plumops. Want daar ga ik natuurlijk de overzichtsvideo's maken met wat er allemaal in creëren sim is. Dus kapsels en kleding en zo. En dus ook een overzichtsvideo maken over de bouw- en koopmodus. Dus behang, spulletjes, dat soort dingen allemaal. En dus die nieuwe bedden. Maar op dit kanaal gaan we natuurlijk ook lekker ermee spelen. Dus als je benieuwd bent naar dingetjes in dit pakket, stel jouw vraagje onder in de reacties. Misschien weet ik het antwoord nu. Misschien weet ik het antwoord later. Maar dan kan ik dat in ieder geval meenemen in de gameplay. En ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Aan de ene kant ben ik dus echt heel erg blij met dit pakket. En nog steeds verrast dat ze bij EA dus nog steeds met dingen kunnen komen waarvan je denkt, oh ja, dat voegt echt wel toe aan het spel. Maar als ik er nu zo over nadenk, het heeft ook wel weer een soort van, ja, dus de stijl die erin zit lijkt dus heel erg op wat we hebben in Ouderschap. Het lijkt heel erg op de stijl die we hebben in de Simsje Bowlingavond accessoires. En dan denk ik aan de ene kant, ja, dat is heel fijn, want ik vind dat een mooie stijl en het vult elkaar mooi aan. En dan kan je op een gegeven moment huizen wat meer uitgebreider in een bepaalde stijl maken. Aan de andere kant denk ik ook, hoeveel van hetzelfde gaat het dan worden? Dus daar ben ik wel benieuwd naar, dat als ik het pakket echt zelf in handen heb en echt goed de tijd heb om die spulletjes te bekijken. Want ja, deze trailer is iets van een minuut of zo en die gaat echt bam, bam, bam. Bam, snelheid door. Ik ben dan benieuwd hoe dat gaat zijn als ik dat pakket zelf heb en rustig alles kan kijken, naar de kleurtjes kan kijken en misschien eventueel vergelijken met dus inderdaad bijvoorbeeld bowlingavond accessoires. Hoe dat dan gaat zijn. Maar mijn eerste indruk is, ik ben blij. Abonneer op mijn kanaal om op de hoogte te zijn van de eerste video met de Simsje Klein Wonen erin. En natuurlijk ga ik daarvoor ook nog video's uploaden. En abonneer op het YouTube kanaal van Town of Plumbops voor de overzichtsvideo's. Bedankt voor het kijken. En laat dus weten in de reacties, ja, wat vind jij van het pakket? Daar ben ik benieuwd naar. En tot de volgende keer. Doeg!